Beginnen. Iedereen. Jongens, meisjes natuurlijk in de eerste plaats. Peuters, kleuters, groten. Nou, alle jongens en meisjes. Heel hartelijk welkom. Want het is voor jullie wat we hier nu gaan doen. Maar natuurlijk ook al die grote mensen. De genodigden die er nu zijn en daarachter staan. Van harte welkom. Toen ik vanmorgen de gymzaal binnenkwam, toen zeiden de kinderen iets tegen mij van bent u de burgemeester? Nee. En hier kunnen we zien dat de burgemeester er is, maar waaraan kun je dat zien? Aan die ketting. De burgemeester heeft zijn ambtsketting om en dat betekent dat hij iets heel bijzonders gaat doen zo dadelijk. En dat gaat hij ook doen, want hij gaat... En daar hebben we voor uitgenodigd onze loopschool openen. En daarom geef ik de microfoon aan de burgemeester. Luister maar goed. Ja, dank u wel. Goedemorgen alle jongens en meisjes. En ook de ouders, dames en heren. We hebben er mooi weer bij vandaag. Dat had ik ook al verwacht. Want het is zo'n mooie dag vandaag. Als je zo'n prachtige school mag openen. Daar hoort natuurlijk zonneschijn bij en de zon is er ook. De zon schijnt voor het loon vandaag, de zon schijnt voor jullie kinderen. Bijzondere dag, want de nieuwe school in het loon, de eerste school die hier gebouwd is, is heel lang geleden gebouwd. Weet jullie hoe lang dat geleden is? 500 jaar! 104 jaar! Ja, jullie weten het helemaal goed. 104, 105 jaar geleden, klopt. En de school die afgebroken was, het was ook de oudste school, het oudste schoolgebouw van de gemeente Oldebroek. Dus het was eigenlijk al tijd, hè, dat hier een nieuwe school kwam. Welke was de school daarvoor? En nu? Nu is het zover. Een prachtige school. Daar mogen jullie, en dan mag het hele dorp het Loo, het buitengebied trots op zijn. Het is dus nu tijd om de school te gaan openen. Binnen gaan we maar verder praten, maar eerst de school maar officieel openen. En dan heb ik wel jullie hulp bij nodig. Want dan komen we straks... Door de deur, een aantal kinderen naar buiten. Ik denk dat wel anders de deur ook open gaat dan. En dan, als de kinderen naar buiten komen rennen, dan is daarmee de school geopend. Dan gaan we met elkaar aftellen van 10 tot 0. Dus als jullie mee willen tellen, begin ik met 10 en daarna komt 9. Hè? Dus we tellen eventjes achteruit in plaats van vooruit. Doen jullie mee? 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Hey, hallo! Zo, dat deed je goed, hè? Ik kan wel hard aanrennen. Prachtig gedaan. Daarmee is de school geopend. Hij gaat naar het vliegtuig, jongens. Zie je daar, boven? Oh, weggemeen. Iedereen die werkt volop. En als het doet,
Dat was geweldig. Dan gaan we zo samen brengen met een post in dat kleurtje. Nog niet drinken. Even wachten. Even wachten nog. Gemeesten doen ook mee. En goede toast op de toekomst van de Loofschool. Riksma. Proost. Ja, Devin! Ja, leuk. Proost. Jij ook. Proost, hè? Nou, drink maar lekker op. Hoe vind je de champagne? Vind je lekker? Lekkere champagne? Proost. Proost. Ja, nu mag het ook. Jongens, we staan hier vandaag op de Loofschool in het Loo. En er is hier van alles aan de hand. Ik zag allemaal ballonnen in de lucht. Kan iemand mij vertellen wat er vandaag gaat gebeuren? Wat er gebeurd is, kan ik beter vragen. Wie wil daar wat over vertellen? Jij? Ja, we gaan vandaag zijn de opening van de school. Vandaag is de opening van de school. Hoe is je naam? Manon. Manon. Manon, en wat is er allemaal gebeurd vandaag? We hebben hier ontbeten en we hebben opening in de gymzaal gehad. Lekker feest voor jullie. Ja, wie wil er nog meer wat over vertellen? Even de jongen doen. Hoe is jouw naam? Julian. Julian, wat vond jij vandaag? Ja, heel erg leuk. Jessica, Manon en Tom en Hessel ook. Die hebben ook nog een toneelstukje gedaan. Die hebben jullie al gedaan? Ja. En waar ging dat over? Over bouw je huis op een rots. Oh ja, is wel rot. Zo'n bekend verhaal, hè? Mooi Bijbelverhaal. Ja. En wie wil er nog weer wat over vertellen? Jij, heel bescheiden. Hoe is jouw naam? Jessica. Jessica, wat wil jij nog over vertellen? We hebben champagne gehad en gingen nog liedjes zingen in de gymzaal. Ik zag hele mooie ballonnen. Ja, die gingen we voor de opening in de lucht. Gingen er ook kaartjes al naar die ballonnen of niet? Nee. Nee, dat niet. Maar we hebben dus gezien, jullie hebben heel mooi weer erbij. Het zonnetje scheen lekker, hele felle zon. En wat gaan jullie nog meer doen vandaag? Wie wil dat vertellen? Ja, helemaal achteraan. Nou, we gaan morgen, vrijdag hebben we een winterfair. En we gaan nog naar het Bakkerijmuseum, volgens mij op woensdag. Dus allemaal leuke dingen? Ja. Jij schudt nee. Is er nog wat anders te doen? Ja, woensdag hebben we een kanjedag. Wat is een kanjedag? Nou, dat doe je allemaal spelletjes in de gymzaal. Met kanjespelletjes van vertrouwdheid en zo. En dinsdag gaan we dan, groep 1 tot en met 4 gaat dan naar Belorig. En groep 5 tot en met 8 gaat dan naar het Bakkerijmuseum. En Dus eigenlijk een hele leuke week van alles te doen. Jij wil ook nog wat vertellen. Wat wil jij nog kwijt? Nou, donderdag komt er nog een circus. En dan gaat elke groep een leuke act instuderen. En dan gaan we die laten zien. Dus genoeg te doen deze week. Ja, er zit nog iemand met de... Vrijdag nog even. En vrijdag gaan we met de hele klas zwemmen bij het veldkamp in Wezep. Heel leuk. Dus jullie hebben een hele leuke week. Nou ja, en dan is die week voorbij en dan komt er weer feest. Want dan komt Sinterklaas in Nederland. Dus weer feest. Nou, heel leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Jij wil heel graag nog wat kwijt. Met vingertje in de lucht. Hoe is jouw naam? Sanne. Sanne, wat wil je nog vertellen aan de mensen? Nou, vrijdagavond hebben we een winterfair en dan staan wij er ook op met een kraam en alle klassen. En die winterfair is hier gewoon op school of ergens anders? Ja, op school. Op school, dus moesten mensen allemaal komen kijken naar jullie. Ja. Nou, zeg maar even in de camera, je hebt nu de camera voor je neus. Vrijdagavond is er een winterfair, dus kom allemaal. Nou, ik denk dat het heel druk wordt met zo'n mooie op. Ja, en neem geld mee, heel belangrijk. Van 4:30 tot 6:30. Nee, 4:30. Van 4:00 tot 6:30, hier op het schoolplein in het Loo. Nou, jongens, bedankt voor jullie praatje. Alsjeblieft. En heel veel plezier deze week. Zal vast lukken, neem ik aan. Ja? Ja! Het hoofd van de school, hoe is uw naam? Herman Witter. Dus, ruim acht jaar nu directeur van deze school. Ja, en dan leuk, een hele happening.
Wat is er precies gebeurd vandaag? Nou, de opening van de school. We draaien al een poosje in deze school. We zijn voor de grote vakantie zijn we met de kinderen de school ingetrokken. En ja, dan wil je toch een feestmoment hebben om met elkaar eventjes flink uit te pakken. En ja, dat is dus nu vandaag gebeurd met ten eerste dit prachtige weer waarvan we mogen genieten. En we zijn vanmorgen begonnen met een gezamenlijke opening, eigenlijk een meditatief moment met kinderen en ouders in de gemeenschapsruimte, annex gymzaal. En daarna hebben we een ontbijt gehad in de gangen van de school met alle kinderen aan lange tafels. En ja, dat was al een prachtig mooi begin voor van deze dag. Nou, daarna hebben we het officiële gedeelte gehad met de officiële opening door de burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek. En ja, hij heeft samen met een aantal kinderen, nou, bijna zou ik zeggen, het lint doorgeknipt. Maar die kinderen stormden letterlijk door de afgeplakte deuren naar buiten toe. En dat was het officiële sein van opening van de school. De kinderen waren heel enthousiast. Het is natuurlijk een hele lange voorperiode geweest. Want de oude school, hoe lang bestond die? Die bestond ruim 100 jaar. Zei het niet in zijn totaliteit. Maar goed, de eerste aanleg is 104 jaar geleden. Is de aanzet gegeven voor de bouw van de loogschool. En ja, tot en met ja, dit jaar eigenlijk hebben we in die oude loogschool gehuisvest. En ja, op een gegeven moment dan. Het is een mooi gebouw. Maar het was echt dringend aan vervanging was het toe. En we zijn blij dat het moment nu was dat we af konden breken. En ja, vandaar nu dit nieuwe gebouw. En daar zijn we ontzettend trots en dankbaar voor. Ja, want als je eraan komt rijden, het is een stukje nostalgie wat weg is. Maar daarvoor in de plek is dus een ontzettend mooie school gekomen. Dus ik neem aan dat u ontzettend blij ermee bent. Ja, de oude leerlingen, dus de bewoners van het Loo, die zullen met de nodige heimwee even gekeken hebben van, nou, daar gaat onze school. Want ja, het is toch wel hun school die daar afgebroken werd. En, maar goed, er is zoiets moois voor in de plaats gekomen dat, ja, nou, daar moeten ze ook weer naar verder zien. En dan denk ik, dit is voor de toekomst, voor de jeugd die er nu is en nog zal komen. Ja, het is een hele mooie lichte school, zie ik, hè? Zo om een aparte bouwstijl. Ja, de bouwstijl, de architect die heeft toen hij dit gebouw ontwierp een vorm van een kapschuur voor ogen gehad. Hij heeft uiteraard in de omgeving gekeken van wat is hier allemaal, hoe ziet het landschap eruit. En daar heeft hij bij aan willen sluiten. Middels dus de vorm van een kapschuur. En ook een open transparant gebouw neerzetten die in volle mate ruimte geeft en zicht geeft op de prachtige omgeving die we hier hebben. Want de loogschool staat in een hele ruime streek met geen begrenzing aan wat voor kanten dan ook. En daar willen we ook van genieten. Ja, zicht naar buiten. Ja, ik wou zeggen, ik kijk naar buiten. Het is echt prachtig in alle seizoenen van het jaar, denk ik. U gaat de hele week nog feest vieren, hoor ik net van. Stel, heel enthousiaste kinderen, dus die hebben een prima ochtend gehad als ik dat zo hoorde. Is er al voor de ouders nog wat te doen verder? Nou, vanavond hebben we open huis en dan is iedereen welkom, uiteraard dan ook de ouders. Er zijn een aantal activiteiten met de kinderen deze week zijn er gepland. Morgen gaan we met de kinderen naar Hattem toe, Bakkerij, Museum en Belorig. Woensdag hebben we echt een activiteit hier op school. Dat is een zogenaamde kanjerdag. Die helemaal in het teken staat van een van onze sterke punten van de school. En dat is sociaal-emotionele vorming voor de kinderen. Nou, daar worden de ouders bij betrokken. Die zijn er ook bij welkom. Donderdag is een circus activiteit hier. En waarbij ouders ook weer aan het eind van de dag worden uitgenodigd. Om de voorstelling bij te wonen. En de vrijdag gaan we afsluiten, de feestweek afsluiten voor een goed doel. En de stichting Imara, een school in de Oekraïne, daar gaan we een winterfair voor opzetten. En ja, de opbrengst is voor een ander. En ja, onder het motto, zij een school, wij een school, wij een school, zij een school. Dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Ik bedank u voor het gesprek en ik wens u een ontzettende fijne week toe. Het zal vast lukken. Dat zal zeker lukken. Ja, bedankt. Wel.